Corona. Het lijkt misschien verleden tijd, maar voor de tienduizenden Nederlanders met long-covid, ook wel post-covid, is dat het niet. Hé, maar Mariska, iemand op bezoek, dat is dus al wel een ding. Ja, dat is een ding. Ja, het vraagt wel energie. Maar ja, dat plan je dan zeg maar in. Ja, dat klinkt eigenlijk heel belachelijk natuurlijk, dat je iets energie of op bezoek of zo in gaat plannen. Dank je. Wat een contrast met het leven op de ambulance. Ja. Ik bedoel, dan moet je topfit zijn, toch? Ja, dat is een heel andere manier van leven ook geweest, ja. Ja, dat is altijd hollen of stilstaan. Ik was gewoon een van de eerste die natuurlijk met die pandemie geconfronteerd werd. Ja. In de frontlinie, zoals toen werd gezegd. Ja, precies. Velen zaten thuis, want de scholen waren dicht, de winkels, je kon natuurlijk maar beperkt naar binnen. Maar wij gingen op pad, overal naartoe. Zonder de juiste beschermingsmiddelen, blijkt achteraf. En ben inmiddels mijn baan kwijt. Ontslagen. Afgekeurd. Wetenschappers willen weten wat die post-covid nou eigenlijk is en hoe je het kan behandelen. We weten van de long-covid-patiënten dat ze heel erg snel vermoeid raken. En we willen graag onderzoeken wat er precies fout gaat bij deze mensen in de spier. Waarom deze mensen vermoeid raken en wat er dus aan te doen valt. Maar dat ligt dus niet aan wat er in je hoeft niet. Longen nee, precies. Gebeurt, dat maar hoeft in je spieren? Niet. Precies, de longen. Long-covid is niet, heeft niks met je longen te maken, heeft juist met andere delen van het lichaam te maken. En we denken dat er iets in de spier fout gaat tijdens inspanning, die ervoor zorgt dat mensen niet goed kunnen bewegen. Oké, je mag deze opdoen. Deze op je hand. Zo. Dan doe ik hem even aan de andere kant. Is dit comfortabel genoeg? Ja. Ik had nog wel even door kunnen gaan. Ja, dat klopt inderdaad. Dus heel veel mensen kunnen ook echt wel doorfietsen, gezonde mensen. Maar deze patiënten worden echt heel snel moe. Die gaan echt strompelend de deur uit, bij wijze van spreken. We hebben bodybuilders gehad, kickboxers, mensen die naar de sportschool gaan. Gezonde mensen van jouw leeftijd. En dat ze ook moe worden juist een dag na bewegen. En dat is iets wat we helemaal niet begrijpen. Vandaar dat wij in het lab hier een fietstest doen met deze mensen. Om te onderzoeken wat gaat er fout tijdens het inspannen. Maar ook wat gaat er fout de dag daarna. Want deze mensen worden niet beter, herstellen niet van bewegen. En worden juist alleen maar zieker van bewegen. En dat willen we precies onderzoeken. Dus als jij mensen op de fiets zet, dan maak je ze eigenlijk een beetje zieker? Ja, helaas wel. En hoe lang duurt dat? Dat kan wel tot 2 weken duren, dat ze echt van de kaart zijn. Twee weken van? Van een simpele fietstest. En dat is echt wel ernstig. Kan je het vinden? Ja, er ligt hier het een en ander bloed. Maar ook wat spiersamples. En volgens mij zijn de gesneden spiersamples liggen hieronder. Wacht even, gesneden spiersamples? Wat zijn dat? Dat zijn de stukjes spier die we genomen hebben van deze mensen. Die op de fiets hebben gezeten? Die op de fiets hebben gezeten, inderdaad. Gezonde en long-covid. Gezonde en mensen met long-covid, precies. Nou, we hebben van deze spieren plakjes gesneden. Voor de fietstest, maar ook daarna. En wat zie je dan wat anders is dan bij gezonde mensen? Ja, je ziet hier dat de enkele vezels, zie je, de enkele spiervezels van deze mensen. En je ziet vezels die aangekleurd zijn in wat lichtere kleur. En vezels die niet aangekleurd zijn, die wat donkerder van kleur zijn. Wat dit ons informatie geeft, is hoe snel vermoeibaar die spier is. De lichtere vezels zijn snel vermoeibaar. En de donkere vezels zijn wat minder snel vermoeibaar. Die kan je dus lang mee fietsen. En veel mee fietsen. Het zijn er niet zoveel. Precies. Is dat het grote verschil? Dat is een van de verschillen tussen de patiënten en de mensen, de gezonde mensen die ook meegedaan hebben aan ons onderzoek. Dus als mijn spiercel hier zou liggen, dan zouden er veel meer donkere. Uiteraard. Wat mij heel erg opvalt en wat je heel erg merkt als je praat met mensen die long-covid hebben, is dat ze ook heel erg zitten met het aspect van mensen geloven me niet. Ze denken dat ik me aanstel. Ze denken dat het een burn-out is. Ja. Wat zeggen ze als zij dit beeld zien? Want dit is gewoon tastbaar bewijs dat het echt niet tussen je oren zit, toch? Klopt inderdaad, ja. Dat is ook iets wat we altijd terugkrijgen van patiënten die meegedaan hebben aan het onderzoek, maar ook mensen die niet meegedaan hebben aan het onderzoek. Die vinden het heel fijn om te horen dat er echt veranderingen optreden in de spier, in het lichaam zelf. En niet alleen dat het alleen maar tussen je oren zit, want dat is echt niet het geval. Wil je meer persoonlijke verhalen horen of weten welke onderzoeken er allemaal naar post-covid gedaan worden? Kijk dan de aflevering van Focus via de link in de omschrijving.